Allemaal, leuk kijk naar Splits met een nieuwe video. Ik ben het Ritske van Konijn 5. En ja, ik heb dus eigenlijk een opdracht gekregen vanuit de organisatie waar ik nu voor werk. En die opdracht was eigenlijk om een selfie te maken met bepaalde gebouwen. Dit gaat dus eigenlijk om de omgeving. Ik dacht, misschien is het leuk om jullie even te laten zien een beetje hoe mijn omgeving eruit ziet op deze manier. En de selfies natuurlijk te laten zien. In ieder geval, dus ik moet dus een foto maken van een dorpshuis, van een kerk, van een speeltuin, van een supermarkt, slash winkel en een sportvereniging, geloof ik. En ik heb toevallig best wel veel dingen in mijn buurt. Zo heb ik een kerk en een school, sportvereniging, ja, sportveld is het eigenlijk, en een speeltuin bij mij in de buurt, dus dat is op zich wel mooi meegenomen. Alleen de supermarkt, ja, die zit natuurlijk iets verder weg en de buurt zit natuurlijk ook best wel redelijk bij mij in de buurt. Dus dat is op zich wel mooi te doen. Dus ik neem jullie in ieder geval mee. En ik laat u daarbij een beetje de omgeving zien. Mocht je dat niet gezien hebben in mijn andere vlogs of wat dan ook. Dus ja, dat gaan we dus vandaag dus doen. Dus dat zo. Dames en heren, we staan eigenlijk bij het sportveld. En hier kan ik naar binnen. Dit is eigenlijk het sportveld van nou ja, mijn dorp eigenlijk. En hier kun je dus nou ja, voetballen. En ja, het lijkt erop dat je hier ook... dat golfballen kan, maar deze was veld wat officieel gebruikt voor dalfeesten en zo. Heel af en toe één keer in de twee jaar wat hier dalfeest gehouden. En je hebt hier ook kaatsen, dus vandaar dat kaatshok hier zo. En goed, en dat selfie, dames en heren, die komt natuurlijk ook even in beeld, dus dan wist je dat ook. Ik wou eigenlijk nog naar de speeltuin toe, maar op dit moment is het heel druk bij de speeltuin, dus dat gaan we niet doen. Wat ik nog verder moet doen is zijn de school en de kerk. Ik weet niet hoe druk het is bij die school op dit moment. Ik denk dat er niemand is, omdat er nu mijn vakantie is. Maar we gaan wel even nog naar de... we gaan nog even naar bij de school en bij de kerk langs. En zo fietsen we door naar de winkel. En ik ga gelijk even naar de Lidl om daar even lekker van die hamkaasbroodjes te halen. En ga ik daarna even lekker ontbijten. En natuurlijk laat ik jullie ook alle foto's even zien, dus moet de video nog even bewerkt worden. Maar ja, goed, dat is het leven van een YouTuber, hè? Dus dat zo. Dus hier, we staan bij mijn oude school, De Wel. Hier heb ik vroeger ook op gezeten. En de bedoeling is dat ik hier ook nog even een selfie maak, dus dat ga ik nog even doen. Oké, dames en heren, laten we snel verder gaan naar de kerk. Zoals je kan zien, dames en heren, hier staat dus de kerk. Dit is de Petruskerk. En in deze kerk wordt hier af en toe ook wel eens van die etentjes gehouden en zo. Dat doen ze dan één keer in de maand of zo, één keer op vrijdag. En het is natuurlijk de bedoeling dat ik hier ook nog even een selfie ga maken. Dus dat gaan we zeker even doen. Daar komt ie. Oké, dames en heren, we laten de kerk dus weer achter ons en we gaan verder naar de supermarkt. We moeten straks even later terugkomen bij de speeltuin. En we moeten nog naar het buurthuis om daar nog even een foto te maken. Ja, dus dat ga ik nu even doen en daarna ga ik ook even gelijk even, dus zoals ik zei, even een paar broodjes halen voor ontbijt. Want het is nog best wel vroeg eigenlijk in de ochtend, dus dat ga ik nu even doen. En ik neem jullie even gezellig mee, dus tot zo. En dames en heren, we zijn met een supermarkt en hier is het ook ontzettend druk. En dus de bedoeling dat we hier nog een foto gaan maken, dat gaan we zeker even doen. Oké, dames en heren, we verlaten de drukte weer en ik heb de broodjes straks voor het ontbijt. Maar dat komt dus straks. We gaan eerst nog even langs het buurthuis. Daar moeten we nog even langs naartoe. En we moeten het speeltuin nog als het daar rustig is. En als het niet gaat lukken, ja, dan lukt dat niet. Dan hebben we in principe alles gehad. En dan zie ik je zo weer. En dan rond ik de video nog even af. En dan zijn we klaar. Dus ja, tot zo. Nou, dames en heren, het buurthuis. Hier gaan we natuurlijk ook even een selfie maken. Maar wat leuk is om te vertellen is dat hokje daar. Ik wil even naartoe lopen. Daar hebben ik en Edwin toen een hele leuke video opgenomen. Ik neem er zelf ook best wel veel vaak op, moet ik zeggen. En misschien herinner je de video wel, het was een fluitvideo. Raad en neurje, een liedje. En dat was hier opgenomen en dan zetten we de camera hier zo neer. Dus ja, dat was ook een hele leuke video. Zou je die video nog graag een keer willen zien, ik zou zeggen. Linkje in de beschrijving. Goed, en dan gaan we nog even naar de speeltuin. Maak ik hier nog even een selfie. Hopelijk is het daar wat rustiger. Dus laten we even een selfie maken. Oké, dames en heren, we zijn inmiddels weer thuis en ik heb lekkere broodjes voor het ontbijt. Ja, goed, ik ga eerst even ontbijten en daarna ga ik deze video bewerken. Want ja, het leven van YouTube moet ook doorgaan natuurlijk.
In ieder geval, op het moment als je deze video kijkt, is het morgen Hemelsvaartdag. Er komt verder geen Hemelsvaartdag video online. Maar wat wel online komt de dag daarna is het 10 mei. En 10 mei ga ik een video maken voor het Spookslot documentaire. Dat gaat niet op mijn kanaal komen, maar op het kanaal van de Efteling Community. Dus ben je daar heel nieuwsgierig naar, ik zou zeggen, abonneer dan even op. De link staat in de beschrijving. Nou ja. Voor de rest heb ik dus, komt er nog een video aan van de bucketlist uitgevoerd video van Snake. Daar is Jimmy op dit moment heel erg druk mee bezig. En die video die ik opnam was rond dodenherdenking was dat. Ben je daar heel nieuwsgierig naar, ik zou zeggen, abonneer dan op mijn kanaal. En natuurlijk ook op het kanaal van de Efteling Community als je een beetje Efteling fan bent, net zoals ik. Vond je het een hartstikke leuke video, geef dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer op Konijn 5. Dat heb ik mezelf gezegd, maar ja, ik kan het vaak niet genoeg zeggen. Ik vond het in ieder geval een hartstikke leuke opdracht en ik zie jullie later weer in een volgende video. Ik zeg doei!